Goedemorgen en welkom terug op de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit. Mijn naam is Miluske Meunens, ik ben de dagvoorzitter en ik wil de eerste spreker aankondigen. Dat is Sanne van Manen van het Nederlands Architecten- en Stadsplanningsbureau MVRDV. Zij geeft haar visie op mobiliteit in de toekomst en deelt enkele praktische ervaringen. Ga je gang, Sanne. Ja, dankjewel. Ik ben dus inderdaad van dat architectenbureau met die ingewikkelde naam, MVRDV. En ik ben daar architect, maar wel een architect met een grote voorliefde ook voor stedenbouw. Ik werk ook aan projecten die een beetje beide schalen in zich hebben, of projecten die helemaal stedenbouwkundig zijn. En je kent ons misschien van dit project, dat is recentelijk veel in het nieuws geweest, het depot in Rotterdam. Of de markthal ook in Rotterdam. Maar we doen dus ook stedenbouw. En in die stedenbouw zijn we altijd op zoek naar het maken van duurzame groene steden. En uiteraard is daar mobiliteit speelt daar ook een rol in. Het is ontzettend jammer dat we hier nu niet gezamenlijk kunnen zijn. Omdat juist mobiliteit zo'n interdisciplinair thema is. En volgens mij ben ik de enige architect of een van de weinige ontwerpers op dit congres. Dus het was juist heel leuk geweest om in gesprek te gaan. Want ik wil een aantal projecten laten zien die laten zien hoe mobiliteit ontzettend veel impact kan hebben op de stad. En ook als wij durven om bepaalde keuzes te maken over duurzame mobiliteit, dan kan dat zorgen dat onze steden vergroenen, verduurzamen, veel gezonder worden. En ook dat er ook ruimte is voor verdichting. En dat is natuurlijk uitermate interessant aangezien we voor een enorme woningbouwopgave staan. En ik wil drie projecten van ons bureau vertellen en daarmee wil ik dat verhaal toelichten. En de eerste die werkt op het schaalniveau van de stad. De tweede op het schaalniveau van eigenlijk een stadsdeel en het derde op schaalniveau van de wijk. Ik begin even heel ver weg in Seoul. En in Seoul, dit is Seoul in 2015, eigenlijk een best wel vieze stad. Een stad die enorm georiënteerd is op de auto, weinig groen. Zoals dit beeld ook laat zien, een enorme flyover die midden door de stad gaat. En het is zelfs zo dat de routes voor de auto's gewoon korter zijn en dat je als voetganger als het ware door de stad moet omlopen. Dus de stad is helemaal geënt op snel autoverkeer. Nou, dat leidt natuurlijk ook tot een heel groot aantal verkeersdoden, veel groter dan in andere landen. En heel veel luchtvervuiling. En wat heb je dan nodig om daar iets aan te doen? Dat is mensen met visie. En mensen die zeggen, we gaan het nu echt radicaal anders doen. En dat begon allemaal met deze burgemeester van Seoul, Lee Myung Bak. En hij was de eerste die zei, dit kan zo niet langer. Wij moeten echt gaan veranderen. We moeten gaan werken aan een groene stad. En waar hij mee is begonnen, dat is het terugbrengen van een oude beek die altijd door de stad liep. Die beek was op een gegeven moment daar een snelweg van gemaakt. Daar is later nog een snelweg opgebouwd en die heeft hij teruggebracht. En zijn werk, hij werd later president van het land. Zijn werk is voortgezet door Park Won-soon, die hem opvolgde als burgemeester. Die heeft dit project afgemaakt en die is ook het project gestart waar ik nu over wil vertellen. En dat gaat over deze grote flyover midden door de stad. Die moest gerenoveerd worden en Park Won-soon zei, nee, dat gaan we niet doen. We gaan hier een park van maken. En hij had een hele sterke visie over dat hij Seoul wilde transformeren van een autostad naar een stad voor wandelaars en voor de voetganger. En dit is het uiteindelijke beeld wat het is geworden. Er is een competitie uitgeschreven en wij hebben die als bureau gewonnen. En wat we daar gedaan hebben is dat we hebben een soort... we konden, de constructie was niet heel erg sterk. Dus we konden eigenlijk kiezen tussen een heel dun laagje groen over het hele wegdek. Of het plaatsen van grote potten waar dan wel echt bomen in kunnen staan. Dus we hebben dat tweede gedaan en we hebben als het ware een plantenbibliotheek over die hele 1,6 kilometer lange weg uitgespreid. En daar bevinden zich alle planten van Korea. Dus dit is een overzicht. En op elke pot staat ook aangegeven welke plant het is. Ze zijn in alfabetische volgorde geplaatst. Dus het heeft op die manier ook een educatieve functie. En dit is een beeld ervan. En tussen deze potten hebben we ook als het ware sociale plantenpotten geplaatst. Bijvoorbeeld een theehuis, een gallery, plekken om samen te komen, plekken om elkaar te ontmoeten. Maar wat nu het allerbelangrijkste is van dit project is, is natuurlijk ook het groen, maar ook dat we dit gedaan hebben. Dit is de flyover. En wat we gedaan hebben is gezegd, die flyover die moet als het ware als een soort octopus gaan werken. Dus die moet als het ware zijn vingers uitslaan over de stad en aanhaken op andere plekken om de stad zo toegankelijk mogelijk te maken, om de doorwaadbaarheid van de stad te vergroten. Maar ook om bijvoorbeeld gebouwen aan te haken, ook om gebieden aan te haken die bijvoorbeeld nu een achterkant zijn van een vieze snelweg en die zo op een gegeven moment een voorkant worden van een mooi park en daarmee ook ruimte is voor nieuwe ontwikkeling. Ook op de verkeerseilanden. En zo ontstaat een volledig aangetakt systeem. En dat levert uiteindelijk dit fantastische beeld op. Helaas ben ik er zelf nog niet geweest. Dit is beelden van... het wordt enorm druk bezocht. Er staan 24.000 planten. Dit is een plek waar het, zeg maar, als het ware land in de stad... hier zie je de bomen. Dit is een plek waar het aanhaakt op een van de gebouwen. En de beelden die ik net heb laten zien waren van de opening. En groen moet groeien, dus rechts is een beeld van 2 jaar later. En dit is ook van 2 jaar later. Een nachtbeeld. Het is helemaal verlicht met blauwe verlichting, zodat de route ook helemaal zichtbaar is in de stad. En waar ik vooral naartoe wil, is eigenlijk dit verhaal. Ik neem even... Dit is de snelweg. Wat Park Won-soon ook meteen gezegd heeft... Dit project moet gaan dienen als een soort katalysator. Dus het wordt dit. Dus die octopus die zich uitspreidt over de stad... die zal ook zorgen dat andere plekken ook gaan vergroenen. En die zal zorgen dat het gebieden aanhaakt die ineens interessant worden voor ontwikkeling. En die zal de stad in zijn totaliteit als het ware stimuleren om verder te ontwikkelen en verder te vergroenen. En dit is precies die kracht van mobiliteit waar ik het in het begin over had. Dat het de kracht heeft om iets aan te zetten, om te werken op schaalniveau van de hele stad. En uiteindelijk levert dan... een complete transformatie op van een grijze, autogeoriënteerde stad naar een groene wandelstad. Nog even leuk, helaas leven we nog in een wereld waarin waarde enkel uitgedrukt kan worden in geld. Maar bijvoorbeeld een vergelijking links is het designplaza van Zaha Hadid. Nou, dat kostte 400 miljoen euro. Rechts is ons project, dat kostte 50 miljoen euro. Maar bijvoorbeeld dit gebouw is inmiddels al 200 miljoen euro meer waard geworden. En dat is natuurlijk nog los van de waarde die er zit in dat mensen nu meer bewegen. Dat mensen dus gezonder zijn, dat er meer groen is, dat het minder hittestress en dat de luchtkwaliteit verbeterd is. Dus los van al die aspecten, ook financieel, kunnen dit soort projecten gewoon de waarde in de stad enorm verhogen. Dan kom ik bij het stadsdeel. Iets dichter bij huis, Utrecht. Als ik dit beeld zie, dan denk ik zelf aan een plek buiten de stad, aan een industriegebied. Maar niks is minder waar, want dit ligt gewoon ongeveer naast het Centraal Station. En wanneer je in Utrecht het Centraal Station aan deze kant uitstapt en je gaat een stukje lopen, dan kom je dit tegen. Logistiek en nog meer logistiek en nog meer dichte gevels met laden en lossen. En als het dan niet logistiek is, dan kom je enorme vlaktes met parkeerplekken tegen. En je ziet ook dat de bezoekers die staan eigenlijk een beetje aan de zijkant geperst om het gebouw in te kunnen. Nou, en dat is dus dit totaal. Dus eigenlijk niet iets wat je zou verwachten naast het, naast het grootste station van heel Nederland. Nou, en wat we gedaan hebben, dat we zijn al... Jaarbeurs wilde graag vernieuwen, het complex is verouderd... en we zijn in een vroeg stadium met hun in gesprek gegaan... en hebben eigenlijk alles onderzocht. Dus ook de vraag, moet je zo'n venue, zo'n evenementencentrum... in de stad leggen of ernaast? Nou, Jaarbeurs heeft erin scherpe keuzes gemaakt. Ze hebben gezegd, nee, wij willen echt in de stad blijven. Wij zijn een stedelijke beurs. En ze hebben ook heel erg ingezet, nou dat zal ik nu vertellen, dat is echt een, net als eigenlijk de burgemeester in Seoul, dat is een gedurfde keuze waar ze ook in de beurzenwereld, waar wel met bewondering naar gekeken wordt. Wat we namelijk gedaan hebben is, stel dat dit een doorsnede is van het gebied en helemaal rechts bevindt zich het station, helemaal links is Kanaleneiland, dan zie je daar monofunctionele hallen. Je ziet daar een waterkant en een gebied rondom de hallen wat gedomineerd wordt door logistiek. Je ziet daar aan de overzijde van het Merwedekanaal parkeervelden en die vormen ook als het ware een barrière met kanaleneiland. En dit gaan we doen. We gaan eigenlijk het hele gebied binnenstebuiten keren. Dus, en dat begint met de logistiek. De logistiek die gaat van buiten naar binnen. Dus die wordt in een, ja, we noemen dat een logistieke straat in het gebouw ondergebracht. Nou, en dat betekent, doordat die logistiek binnen zit, kan de gevel zich openen naar buiten toe. Want er zit immers geen laden en lossen meer. En dat betekent dat daar een aantrekkelijke waterkant kan ontstaan. En aan de andere zijde kan ineens stad ontstaan. Want het is niet meer heel vervelend om naast een beursgebouw te wonen, omdat het een prettig, aantrekkelijk gebouw wordt. En aan de overzijde Merwedekanaal doen we eigenlijk hetzelfde. De auto's worden geminimaliseerd en worden ook als het ware verstopt in de bebouwing, zodat ook daar een stuk wijk kan ontstaan. Nou, en dan uiteindelijk nog een dakpark bovenop het dak, om te zorgen dat die venue, uiteindelijk dat evenementengebouw, moet zich echt gaan inbedden in de stad en moet echt een stedelijk gebouw worden waar omheen stad mogelijk is. Nou, en dat levert dus een transformatie op van dit naar potentieel dit. En dit zijn ongeveer, als we kijken naar het jaarbeursterrein zelf en het terrein tussen Jaarbeurs en het station, dan hebben we het hier over een toevoeging van 5000 woningen en nog ander programma. Dus dit is een enorm verschil. Eigenlijk wat we hier doen is, door die keuze om de logistiek naar binnen te brengen, wordt het ineens mogelijk om een heel stuk stad te maken. Dus zoals ik zei, eigenlijk door dit. En het lijkt zo eenvoudig, van oh, we plaatsen de logistiek naar binnen. Maar dat is het niet. We hebben al in een vroeg stadium, al in de visie, hebben we heel veel onderzoekwerk gedaan, juist naar deze logistiek. Het is namelijk voor Jaarbeurs cruciaal. Dus hoe sneller zij hun evenementen kunnen op- en afbouwen, hoe meer evenementen er kunnen plaatsvinden en hoe groter hun business. En zij hebben nu eigenlijk geen systeem. Vrachtwagens die komen gewoon aanrijden en als ze iets te vroeg zijn, dan parkeren ze op het parkeerveld ernaast. En zij moeten naar een ontzettend slim systeem toe gaan. Zij moeten naar een systeem waar elke vrachtwagen op een bepaald tijdstip het gebouw binnenkomt en op een bepaald tijdstip ook het gebouw weer verlaat. Ik heb misschien ook een pointer. Nee. In ieder geval komen de vrachtwagens aan één kant de stad binnen. Dan is er een soort bufferterrein. Dan hebben we de rode pijl, dat is een wandelboulevard. En de vrachtwagens gaan onder de boulevard door om het wandelverkeer niet te storen. En dan gaan ze weer omhoog. Dan komen ze in het jaarbeurscomplex. Daar rijden ze door de logistieke straat en dan aan de andere kant er weer uit. De auto's die komen alleen maar eigenlijk aan de oostkant van het project en die prikken daar de stad in. Dus het hele gebied is ook nog eens autovrij. Nou, en dit heeft echt veel consequenties. Er zal dus ook bijvoorbeeld een bufferterrein moeten komen aan de rand van de stad. Vrachtwagens die te vroeg zijn, die kunnen niet meer zomaar de stad in. Die moeten daar wachten. Vervolgens is er nog een buffer bij het complex, zodat de vrachtwagens echt op het juiste tijdstip naar binnen gaan. Nou, we hebben heel veel onderzoek gedaan naar zo'n tunnel. Dat is al heel complex om vrachtwagens onder de boulevard door en dan weer het gebouw in te brengen. We hebben heel veel onderzoek gedaan naar die straat. Hoe groot moet die worden? En dan ook onderzoek gedaan naar, als we dan een maat hebben, hoe kunnen we daar verschillende opstellingen maken? Want het zijn vrachtwagens, maar het zijn ook busjes en auto's. En uiteindelijk is dat ook helemaal doorgerekend samen met het logistieke team van Jaarbeurs om te zorgen, ja, om eigenlijk te kijken of dit systeem haalbaar is. En daaruit hebben we geconcludeerd dat het inderdaad haalbaar is. Nou, dat ziet er dan ongeveer zo uit. Dus dit is links is het noordplot. Dus daar bufferen de vrachtwagens. Dan gaan ze er onderdoor, onder de boulevard door. En dan komen ze op het, weer boven in het hallencomplex. En dit is dus nog een complexiteit, is de bezoekers. Want we willen natuurlijk ook niet dat de bezoekers zich kruisen met het of lastig gevallen worden door alle logistiek. Dus die lopen als het ware weer op de logistieke straat. En daar is ook nog een dakhal. En dat is dus ook complex omdat die bezoekers, die lopen dus hoger. Want de hallen zijn gewoon op begane grond en eentje op het dak. Dus die komen hoger binnen en die moeten dus ook weer naar beneden. En het is ontzettend belangrijk dat die bezoekersstroom goed is, dat het zicht goed is. Dus daar hebben we ook al in een vroeg stadium best wel een gedetailleerde studie naar gedaan. Om te kijken van lukt dat allemaal? Krijgen we voldoende trappen, roltrappen erin? Is er voldoende zicht om iedereen goed te verspreiden in het gebouw? En uiteindelijk levert dat dit stuk stad op. Inmiddels is het project ook ietsje doorgewerkt en is dit het laatste beeld. Wat we daarnaast hebben gedaan is, dus hier zit die logistieke straat en die bezoekerspassage, die zit hier allemaal in verstopt. En wat we ook nog hebben gedaan is dat we in de randen van het gebouw, daar hebben we ook, ja, we noemen dat stadsprogramma, maar bijvoorbeeld woningen, kantoren, winkels ondergebracht. En zo krijgt het hele gebouw, het is niet meer 300 meter lang alleen maar hallen. Het krijgt als het ware een stedelijk randje. En dat breekt ook de schaal van zo'n groot complex. Zodat het echt een stedelijke beurs wordt. Dan de wijk. Dit is een heel klein project eigenlijk. De Mobility Challenge in het Hoogkwartier. Samen met Marco Stout heb ik ook vanuit mijn werk een stadslab. En dat heet het Stadslab Hoogkwartier. En dat is een soort, ja, een stadslab is een beetje een verzamelterm voor private initiatieven. Voor mensen die ja, bezig zijn met de wijk. En wat wij proberen te doen is met de buurt om te kijken of we grote vraagstukken op schaal van de buurt kunnen oplossen. En eentje daarvan is de mobiliteitstransitie. Dus daar hebben we dit experiment mee gedaan. Even de context. We hebben hier Rotterdam, Centraal Station, het centrum. En in het oostelijk deel van het centrum, daar ligt het Hoogkwartier. En het Hoogkwartier wordt omringd, het is bijna een soort eiland. Want het wordt omringd door allemaal hele grote verkeersaders. Met als hoogtepunt helemaal aan het oosten het Oostplein. Voor wie het kent, dat is denk ik het verschrikkelijkste stedelijke verkeerspunt van, in ieder geval van Rotterdam. En het, ja, het is dus een beetje een soort eiland. Het is ook qua bebouwing vrij gelijk. Allemaal wederopbouwgebouwen. En wat wij doen is dat we, ja, ik noem het altijd binnen ons kantoor, dit is nou het echte stedenbouw. Dit is het bottom-up stedenbouw waarbij we briefjes in de bussen doen bij mensen om ze uit te nodigen voor buurtbijeenkomsten. En daarin vragen we aan de wijk van wat vinden jullie belangrijk? En wat daaruit kwam was vooral dat mensen wilden meer groen in hun wijk. En als we een wandeling maken door de wijk, dan zie je ook dat het groen dat er is, ziet er zo uit. Nou, dit is natuurlijk de winter, maar ook in de zomer ziet het er ook ongeveer zo uit. En als we dan verder kijken, dan valt op dat eigenlijk al het groen wat er is, wordt continu omringd door ontzettend veel auto's. Of er staan gewoon heel veel auto's. Maar zoals je hier zit, links bevindt zich een park. En dat is best wel qua formaat een prima buurtpark. Maar het wordt helemaal omringd en het is bijna verstopt achter de auto's. Datzelfde geldt aan de andere kant. Nu ligt het park aan de rechterkant en wordt dus volledig verstopt achter de auto's. Dit is de hoofdstraat, de Hoogstraat van de wijk. En die, nou, wat je daar ziet is vooral steen en blik. En we zijn eens gaan kijken en inderdaad het blijkt dat er ontzettend veel straatparkeren is in deze wijk. En we hebben ook een telling uitgevoerd dat we gewoon eens hebben gekeken naar hoeveel procent van het oppervlakte gaat naar parkeerplekken. En dan hebben we alleen het donkergrijs meegeteld en de parkeergarage hebben we ook maar voor één laag meegeteld. En dat is al 8%. En als we dan kijken naar het groen, dan is dat maar 6%. En toen dachten we, hey, dit gaat niet helemaal goed. En zo zijn we begonnen om die twee aan elkaar te linken. Om een link te maken dus tussen mobiliteit en openbare ruimte. En om met mensen in gesprek te gaan van wat vind je nou belangrijker? Wil je nou je auto neerzetten of wil je meer groen? Nou, en om dit verder te onderzoeken zijn we dus de Mobility Challenge gestart. En er is een filmpje die gaat als het goed is... Ja, die gaat in het Hoogkwartier is behoefte aan meer en betere stoepen, speelplaatsen en groen. Maar de wijk is vol, dus moeten we ruimte maken. Tijdens de Mobility Challenge testen we of het gebruik van deelvervoer in de wijk ervoor kan zorgen dat straks minder mensen een auto bezitten, waardoor het parkeren op straat vermindert en er meer ruimte voor de wijk ontstaat. 90 buurtbewoners gaan de uitdaging aan en gebruiken 2 maanden lang alleen deelvervoer, zoals deelauto's, fietsen, bakfietsen en het openbaar vervoer. 30 deelnemers plaatsen hun eigen auto voor 2 maanden in een garage, waardoor er tijdens de Mobility Challenge dus 30 auto's minder op straat staan. De vrijgekomen parkeerplekken bouwen we tijdelijk om naar ruimte voor de wijk. De parkeerdruk verandert dus niet. Zo verbeteren we de leefomgeving van alle bewoners in het Hoogkwartier. De Mobility Challenge Hoogkwartier is een uniek experiment dat de wijk van morgen nu al laat zien. Samen maken we de toekomst. Meer weten? Check mchoogkwartier.nl voor meer info. Dus we zijn samen met de gemeente dit experiment gestart. Het filmpje geeft volgens mij vrij duidelijk aan hoe het in elkaar zit. Maar mensen werden uitgedaagd om hun auto uit de wijk te halen. Werd in een parkeergarage van de gemeente gezet. En ze mochten daarvoor deelvervoer gebruiken. Nou, daarvoor heb je minder auto's nodig, dus minder parkeerplekken. En die hebben we vergroend. Nou, eerst moesten we natuurlijk zorgen voor deelnemers. Dus we hebben grote billboards in de wijk geplaatst om deelnemers, om iedereen zeg maar, op de hoogte te stellen van het experiment. We hebben een website gemaakt, onder andere met dit filmpje met uitleg. En we hebben een soort kick-off evenement georganiseerd waarin alle deelmodaliteiten stonden. Dit is... Ja, het werd heel erg gewaardeerd door we hebben het samen met de gemeente gedaan. Dit is onze wethouder Judith Bokhoven. Die was ook vaak betrokken bij het experiment. En uiteindelijk zijn we gestart met 30 deelnemers met auto en ook 60 zonder auto. Tijdens het experiment bleek dat er ook heel veel mensen in de wijk wonen zonder auto. En die wilden toch meedoen. En dat leek ons heel interessant omdat zij mensen zijn die potentieel misschien ooit een auto gaan kopen. En op deze manier dat wellicht niet gaan doen. Nou. Allemaal blije mensen en toen zijn we gestart. En we hebben natuurlijk die groene plekken. Dus tijdens het experiment zouden we 20 plekken vergroenen. En eigenlijk elke stap van dit experiment hebben we opnieuw besproken met de wijk. En gevraagd van hoe zou je dat willen? Waar wil je meer groen? En zo zijn we erop gekomen om dat park wat in het midden van de wijk ligt, om daar een aantal plekken te vergroenen rondom het park. Zodat ook hier, ik kom even terug op de octopus, het groen als het ware als vingers de wijk in komt en daardoor veel meer zichtbaar is. En dit is bijvoorbeeld een nieuwe entree van de wijk. Dit zijn ook groene plekken die eigenlijk aan de zijstraat liggen van de hoofdstraat. Dus het groen was ineens veel meer zichtbaar in de wijk. En wat we merkten, dat dit werd heel erg positief ontvangen. Dus het is vooral als mensen zien wat het kan opleveren, dan zijn ze er heel erg positief over. Nou, gelijktijdig hebben we een aantal verkeersexperimenten uitgevoerd samen met de gemeente. Dus we hebben de Hoogstraat eenrichtingsverkeer getest. Er is een oversteek in blacklight langs een van de drukke verkeerswegen getest. En alles is continu gemonitord. We hebben heel veel gesprekken gevoerd. En dit was de hypothese van als wij mensen bewust maken van wat een verandering in mobiliteit jouw wijk kan opleveren, bijvoorbeeld meer groen, gaat het mensen dan aanzetten om andere keuzes te maken. En de conclusie daarvan, die hebben we ook in een kennispaper opgeschreven. Die is te downloaden in het Nederlands en in het Engels van de website. En eigenlijk is onze conclusie dat inderdaad dit verhaal, als je het op die manier vertelt, dan werkt dat. Dus als je niet naar mensen toe gaat, jij bent slecht, want je hebt een auto. Maar als je naar ze toe gaat en je legt ze de keuze voor, wat wil je liever, parkeerplekken of groen. Als je ze laat zien wat het kan opleveren, dan zijn ze daar heel erg ontvankelijk voor. En we hebben zelfs op een gegeven moment mensen gehad die zeiden van ja, we kwamen bij deze bijeenkomst echt met heel veel weerstand. Maar nu we dit verhaal horen, vinden we het toch wel sympathiek. Dus dat werkt absoluut. En we hebben ook een aantal aanbevelingen geschreven. En wat Marco en ik heel erg belangrijk vinden in het Stadslab is dat we niet alleen maar experimenten doen, maar dat we ook kijken wat kan je er permanent van meenemen. En dit is ontzettend leuk, want dit zegt ook hoe geslaagd het experiment was. Na het experiment hebben een aantal bewoners een enquête over de wijk verspreid. Met daarin 2 vragen. Of iedereen het eenrichtingsverkeer permanent zou willen behouden. En of de parkeerplekken permanent vergroend kunnen worden. Nou, en daar is allebei zeer positief op gereageerd. En nu is het eenrichtingsverkeer is permanent. En dit is net aangelegd, dus dit zijn de groene parkeerplekken. Ze zien er nog wat sneu, aardig uit, maar het wordt allemaal heel mooi groen. En die hebben we heel vaak over de hoeken gelegd, zodat het straks eigenlijk door de hele wijk zichtbaar is. Hier is het weer links en rechts te zien, wordt allemaal mooi groen. Daar heb ik het volste vertrouwen in. Ik kan of nog een toegift doen of misschien nog een vraag beantwoorden. Er is een vraag, dus fijn dat je daar ruimte voor inbouwt. De vraag is van Jos Voeten en die wil weten... Hoe kijk jij aan tegen de zelfvoorzienende stad, dus een stad die zelf voorziet in de behoefte aan voedsel, energie en grondstoffen van de bewoners? Poeh, dat is wel een lekker brede vraag. Yes. Ik weet niet of de totale zelfvoorzienende stad altijd heel slim is om te doen, omdat je gewoon gebieden hebt die zich bijvoorbeeld beter lenen voor landbouw of die zich beter lenen voor het genereren van energie. Is het überhaupt mogelijk of is dat toch wel een soort utopie? Ik weet niet of dat is niet altijd mogelijk. Voor een stad als Las Vegas is dat niet mogelijk. Of dat mogelijk is voor een stad als Amsterdam of Rotterdam, dat misschien al beter. Maar de vraag is, moeten we dat willen? Of is het ook prima dat we bepaalde plekken aanwijzen voor energievoorziening? Maar daarnaast is het wel absoluut heel interessant om ook meer zelfvoorzienend te zijn. Dus je ziet nu steeds meer stadslandbouw, ook op daken bijvoorbeeld. Dus laten we zeggen een soort middenweg. Daar geloof ik wel in. Ja, combi. Ja. Een combi. Ja. Nou, ontzettend bedankt voor deze mooie keynote over het heel interessante onderwerp. Dankjewel.